Afgelopen mei ben ik natuurlijk diaken gewijd op Bovendonk. En dat was een groot feest. En toen ben ik benoemd in de parochie van de Drechtsteden. En nu in november, na een half jaar, mag ik opgaan voor de priesterwijding. Ik bereid me geestelijk voor op de wijding door het mee te nemen in mijn gebedsleven. Uiteraard bid ik natuurlijk de ggetijden. Dus op verschillende momenten in de dag bid ik het psalmgebed. Wat een erg mooie traditie is die ik iedereen natuurlijk van harte kan aanraden. En ik spreek er ook over met mensen in mijn omgeving. Ik sta nu in mijn geloofsleven op in een soort tussenfase. Want ik ben al actief in de kerk als diaken. En dat is al geweldig mooi werk om op die manier in de kerk bezig te zijn. En ik merk wel dat het een overgang wordt naar het priesterschap. Parochianen vragen me nu ook wel, ben je zenuwachtig? Dat ben ik eigenlijk niet. Dat was ik voor mijn diakenwijding wel. Want dan zeg je natuurlijk voor de eerste keer ja. En dan word je ook opgenomen als wijdingskandidaat. En dat vond ik wel een overgang. Dat is nu een stuk rustiger in mijn geloofsleven. Maar ik merk wel dat ik soms al aan het fantaseren ben. Hoe zou het zijn als ik als priester ben? Als ik voor mag gaan in die Eucharistie. En dat je dus met elkaar die mis mag vieren. En dat is iets waar ik heel erg naar uitkijk. En de opleiding heeft 6 jaar geduurd. En ik kijk er erg naar uit om priester te worden. En als priester sta je ten dienste van de gemeenschap. En je kan heel leuk in je eentje kerk zijn. Maar dat is niet hoe Christus het bedoeld heeft. Hij heeft leerlingen gezonden, ook 2 aan 2, om die boodschap te verspreiden. Dus ja, in mijn eentje kan ik weinig, maar als gemeenschap kunnen we des te meer. Voor je wijding kies je een motto uit. En daarvoor heb ik gekeken naar het Oude Testament, het boek Nehemia. En dat komt eigenlijk uit de Joodse geschiedschrijving. In die oude verhalen gaat het eigenlijk over de ballingschap. Dus het Joodse volk is naar Babylonië gestuurd. En op een gegeven moment mogen ze weer terug naar hun eigen land. En Nehemia die werkt dan voor de Babylonische heerser. En hij heeft ervaren hoe erg het is dat de muren zijn ingestort van Jeruzalem. En hoe slecht het eruit ziet daar. En hij vraagt dan toestemming om terug te gaan naar zijn land. Het land van zijn vaderen. Om daar het weer op te bouwen. En daar heb ik ook mijn motto aan ontleend. Want op een gegeven moment in dat prachtige verhaal komen alle mensen samen rondom de tempel die herbouwd is, rondom de muren die we opgericht worden. En dan openen ze de wet van Mozes. Dus eigenlijk de eerste boeken van ons Oude Testament. En die lezen ze met elkaar door. En de mensen reageren emotioneel. Die zijn ook wat verdrietig. En dan spreekt Nehemia de volgende, in mijn beleving, prachtige woorden uit. Deze dag is aan de Heer gewijd. Wees niet bedroefd. Maar de vreugde die de Heer u schenkt, zij uw kracht. En het laatste gedeelte van die zin, de vreugde die de Heer u schenkt, zij uw kracht, heb ik gekozen als motto voor mijn priesterwijding. Juist omdat we in een wereld leven waarin het geloof soms misschien wat opnieuw opgebouwd mag worden, een nieuwe weg mag vinden, kunnen we dat doen met heel veel blijdschap. En we kunnen dan stilstaan bij de dingen die moeilijk zijn. Of de fouten die we maken, zoals het Joodse volk ook reageert als ze de wet wil horen, hoe emotioneel ze reageren. Maar God geeft ons ook vreugde. En als we in die vreugde gaan staan, kan het een kracht zijn om die blijde boodschap die Christus ons biedt, om die verder uit te dragen. Ik heb natuurlijk de afgelopen jaren gestudeerd via Vroonestein, de priester- en diakenopleiding van ons bisdom. En zij zeggen eigenlijk van onderzoek je roeping samen met Vroonestein. En dat is denk ik een heel waar woord wat ze daar uitspreken. Want ze gaan ook met je onderweg. Het is niet dat je je opleiding volgt en netjes theologie studeert. En dat dat het enige is, maar het gaat ook over de omvorming van je mens zijn. Ik sta nu voor de priesterwijding. Maar toen ik begon met de opleiding, althans eigenlijk daarvoor, had ik nog wat twijfels van, ja, wil ik hier wel aan beginnen? En toen zei een student die al verder was in het traject, die zei, je begint niet aan de opleiding om gewijd te worden, maar om te zoeken wat God van je vraagt. En ik heb ook wel gemerkt dat dat in die 6 jaar wel iedere keer voor mij een soort toetssteen was. Van, kan ik nu echt ja zeggen op deze vraag? Is het wat God van me vraagt? Of ja, is het misschien iets wat ik me inbeeld of wat andere mensen misschien van mij verwachten? Ik ben opgegroeid in een katholiek gezin, altijd actief geweest in de kerk. Dus toen ik op een gegeven moment ook missionaris werd, zeiden mensen om mijn omgeving, jij wordt later priester. En dan zeg ik iedere keer, ja, doe me even heel snel normaal. Dat is niks voor mij. En toen ik mijn HAVO-examen gehaald had, kwam er een zus naar me toe. Gefeliciteerd, nu kan je naar het seminarie. Maar want ik dacht, ik wil gewoon maatschappelijk werker worden. Dat is volgens mij wat God nu van mij vraagt.
En ik ben ook maatschappelijk werker geworden. Ik heb met heel veel plezier in de jeugdhulpverlening gewerkt. Tot ik op een gegeven moment met mijn vader naar het ziekenhuis moest om een medeparochiaan te bezoeken. En ja, ik stond er naast het bed en mijn vader en die man die spraken wat en ik stond er een beetje bij. En aan het einde van dat gesprek vroeg ik aan die man, kan ik nog iets voor u doen? Mag ik misschien voor u bidden? En ik schrok zelf van die vraag, want dat is niet iets wat ik gewoonlijk zou vragen. En die man zei toen ja. Ja, toen schrok ik weer van zijn reactie, want toen moest ik daadwerkelijk iets gaan doen. En ik dacht van, nou, ik sla een kruisje, ik bid aan onze vader en dan is dat het. En ik sloeg het kruisje en er ontstond een gebed. En ik had heel erg sterk het gevoel dat het niet mijn woorden waren, dat ik geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Ik had natuurlijk mijn ogen dicht, want ik was aan het bidden. En na het gebed opende ik mijn ogen en ik zag de ontroering bij die man en bij mijn vader. En toen dacht ik, ja, wat hier nu gebeurt, dat is eigenlijk heel... dit is niet iets van mij. En ik heb het later ook met mijn vader besproken, die ook vroeg, wat gebeurde daar? En ja, ik moest eigenlijk concluderen dat ik daar geen antwoord op had. Dat ik niet wist wat het was, maar dat ik wel het gevoel kreeg van, misschien vraagt God van mij om mensen nabij te zijn op de moeilijke momenten van het leven. En misschien moet dat wel als priester. En kan ik het heel leuk vinden als maatschappelijk werker. En had ik een geweldige baan, maar wordt er nu gewoon meer van mij gevraagd. En toen ben ik dat gaan onderzoeken door met mensen te spreken over, is het iets van God? Of is het iets van mij of van de mensen om me heen? Je merkt dat God in je beweegt. Ja, dat brengt alles in beweging. En dan moet je dat gaan onderzoeken, want anders doe je ook jezelf en je relatie met God tekort. Ja, ik merk nu al als diaak hoe ontzettend gaaf het is om in de kerk te werken. Ik was net een paar weken diaak en toen mocht ik in mijn stageparochie nog een kindje dopen. En dat jongen is geboren aan het begin van corona, dus hij was al ietsje ouder toen het eenmaal kon. En toen hij me zo met die stralende grote blauwe kijkers aankeek, toen ik hem mocht dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, voelde ik zoveel vreugde dat je weer gewoon merkt dat de kerk doorgaat. Hoe de wereld er ook uitziet, er zullen altijd weer kinderen gedoopt worden. En mensen weer bij de kerk aansluiten. En dat kwam allemaal door me heen toen ik daar bij dat doopvond stond en dat jochie zag die nu bij de kerk hoort. En dat we dit soort dingen mogen doen als kerk is natuurlijk ontzettend prachtig. En dat geeft me heel veel vreugde.